Kijk nou. Kaboeja. Nou, hippie puree is weer, girls. Voor onze baby shower. We hebben een hele leuk beerthema. Met we can barely wait for you. Kom maar. We are 27. We are males. Happy birthday to my better half. Gio en ik hebben voor het eerst nu voor elkaar een cadeau gekocht van ons verjaardag dat we niet weten wat het is. Daar zijn we. Rok is een beetje ziekje. Ja, Rok is ziekje. Dus vandaar dat Rok even lekker bij Chill zit. Dat vinden jullie vast niet erg. Vandaar dat ik nog geen make-up op mijn shorts heb gedaan. Want dan ben je alleen maar met je baby bezig, Wils. Yep. Maar we wilden zo graag weer een vlog. En ik weet niet wat het is. Er zit gewoon echt een vloek op de laatste tijd dat we elke keer niet uploaden. Maar sorry. Sorry. So much sorry. Wat je wel in deze week gaat zien is de baby shower van mij en Jijn. Onze verjaardag. En moederdag gaan we vieren met alle mama's. Dus zijn jullie benieuwd wat we deze week allemaal gaan doen? Blijf ons abonneren en supporten. En is beloven dat het weer consequent wordt. Vind ons licht meer terug. Alleen het is gewoon... Nu met de verhuizing van het pand. Ik ben zwanger, dus af en toe ook niet echt lekker in de mood om te filmen. Dus hebben we weer bijna content. Dus het is nu een beetje chaotisch. Dus dat. Blijf kijken. Blijf kijken. Wij gaan weer een dag iets hebben in de trein, hoor. En ja, mijn top is vies. I know, het is watermeloen. Maar ben je een mama zonder vlekken? Lekker niet. Nee. Altijd vlekken. Vlekken. Jeetje! Wow! Dat is mooi, hè? Wat gebeurt er allemaal? Jouw baby shower heb je natuurlijk helemaal niet meegekregen. Nee. Was goed bij je kleren. Echt, hè? Livia, wat is dit allemaal? Koekoek! Ja! Het zijn toch mooie ballonnen? Nou, hippie puree is weer, girls. Voor onze baby shower. Before, en dan gaan we daarna de after laten zien, hè? Livia? Oh, komen nog meer ballonnen aan. Koekoek! Jules had nog gezegd, ik doe het bescheiden. Ben benieuwd wat het wordt. Hè? Het bier hebben we gelukkig mee. Kijk nou hoe enig, jongens. Kijk hoe groot deze beer is. Weet je, ze vroegen Jules in de buurt gaan we het, of we het gingen trouwen. Wat? Of we gingen trouwen. Kijk nou. En allemaal harten. And we can barely wait for you. Oké, Mono Mocktails is er, girls. En hoe leuk. Het gaat van een mooi donkerbruin naar iets lichter. En we hebben babyflesjes, beertjes en hartjes. En het is nog lang niet af. En dan gaan we naar buiten. Hier komen dus allemaal hapjes van Ziso. En dit heeft de Hippie Puree gedaan. We hebben een hele leuk beerthema. Met we can barely wait for you. Van de beer. Hier komen straks de mocktails op te staan. En hier de suite. En dan met hartjes en alles in het nude thema. Ja, ja! En daar ben ik! En daar is mijn kleine little kat. Woehoe! Rocket die loopt ineens. Nou, ineens. Ja, hij loopt. Hij loopt kleine stukjes, maar op zich... Het gaat aardig goed. Woe! En erop staan? Ja, ik kom je overheen, hoor. Goed zo! Waar ga je heen dan? Vind je het zo mooi? Vind je het zo mooi? Ja! Ja? Ja. Wow. Mooi, hè? Nee! Oh, hij gaat nu ineens in een versnelling. Ja! Oh. Wat goed van jou! Goed, hè? Oh, ja, mama! Oké. Kom maar! Oh! 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 Woehoe! Ik draag de Reiners top met de pants en mijn foompjes. En Marie moet zich nog omkleden. Maar hoe leuk is dit decor? Helemaal in de nude sfeer. Je bent zo goed aan het lopen, Rok. Ga je naar papa? Ja, mooi beer. Wat een mooie beer. Aaien. Oké. Oh, gaat ie. Ik wilde zeggen, alleen die moet nog goed. Ik heb de Reiners teddyberen erbij geëtaleerd. Heel leuk. Peekaboo. Daar één kan de mocktails bij. Daar. Daar. En deze moet ook even weer recht. Zo. Kijk ook. Hoe leuk. En dan met drie beertjes voor Jai, mama en Lilo. Oh. Hè? En jouw taartje komt nog, Lilo. Jouw taartje komt nog. Sushi. Prik dit. Er zit een beetje prik in. Nee. Hoe leuk zijn de Mono Mocktails geworden. Wow. Hoe geweldig. En dan is het dit. Oh ja, dit is ook
Was onze baby shower. Ja, ja, van jou en Jijn. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, bedoel ons, mijn Jijn, maar dat begrijpen ze wel. Ja, maar ja, als jij denkt dat ik weer zwanger ben. Nee, dat was heel erg leuk. Ja. De eerste baby shower was natuurlijk echt gefocust op mijzelf alleen. Dat wilde ik toen echt ook alleen met dames doen. Ja. En toen ging Jijn met alle vrienden en mannen iets leuks doen. Maar nu vond het echt leuk om samen te combineren. Omdat we het eigenlijk zo gezellig hebben gehad ook met het gender. Dachten we willen nu ook echt dit samen vieren. Dus Jules heeft wel het thema bedacht. Nog helemaal met die blonde met Chantal. Ja, maar ik mocht niet all the way. Nee, Jules denkt soms dat ik in een band in villa woon. Dus ik heb het wel geregeld. Maar je eerste baby shower was wel echt more amazing. Alleen deze kwam... deze was gezellig. Ja, dit was qua intiemer wel gezelliger. Ja, dat was ook heel mooi hoor. Maar ik kon me niet helemaal uitlaten. Tot. Of iets heel vervelend. Nou, misschien bij de baby horen kan je helemaal uitlaten. Kan ik helemaal uitpakken. Helemaal uitpakken. Dus het was een beetje we can barely wait, hè? Ja, we can barely wait. Iedereen denkt dus dat het kindje Teddy heet, dat het niet is. Maar dat is het niet. Dus nee, dat kan ik wel vast vertellen. Dat is gewoon omdat het beeldig crème was. Onze ouders, dit waren crème. Want we dachten, oh, we doen een leuk crème thema. Ja, en we kunnen ook nauwelijks wachten op de kleine. Ze vonden het wel een leuk kootje. Die vonden we ergens op Pinterest of zo, hè? Ja. Ja, dus het was gewoon leuk. Oh, en ik kan niet wachten. De kleine frummel. Frum. Ik vind de naam ook enig. Maar die was het als een verrassing voor jullie? Nee. Nee. Ja. Ja, het was echt verrassend. Nou, wel qua versiering. Ja, qua versiering alles wel. Maar je hebt natuurlijk inmiddels nu al een kindje. En dit jaar zit gewoon een slaapje. Dus om het ergens anders op locatie te doen. En je kan er veel korter zijn. En dan moet je heen en weer rijden. Dus wij vonden het gewoon heel erg fijn thuis. En heel veel mensen hadden ons huis ook nog niet gezien. Nee. Dus het was een beetje een soort housewarming, home party, babyborrel. Alles in één. Alles in één. Dus nee, het was geen verrassing. Maar wel de aankleding en de hapjes en alles. Dat wist ik allemaal niet. De mocktails. Oh, die waren zo leuk. Die waren echt heel erg leuk. Ja, wij zijn... Ja, mocktails, hè? Want ze hebben dus elke keer fout gezegd. Ze zeggen elke keer cocktails, maar het is natuurlijk zonder alcohol, dus het is gewoon een mocktail. Ja, ze had mono-cocktails geregeld. We hadden weer... Mono. Oh ja, mono-mocktails. Mono-mocktails geregeld en... Nomad weer voor de fotoboots. En Hippie Parade voor de hele versiering. En Maria Sweet Cake maakt altijd onze taart, dat is ook met beertjes. En onze eigen Rijnders teddyberen waren trouwens ook volledig. Ja, volledig in thema. Vond ik ook leuk om aan toe te voegen. En mijn outfit, daar heb ik heel veel vragen van. Dat was eerst natuurlijk voor Rijnders gewoon, die bubbelset. Die stond echt heel erg mooi. Heel mooi, vind ik. Ook als je niet zwanger bent, is hij prachtig. Als je zwanger bent, is hij ook zo mooi. En daar had ik gewoon even snel een tijdsnood, omdat ik het een beetje koud bij de Zara aan het bak gevonden. Ik voelde me net letterlijk vuur een biertje. De laatste weken zijn voor mij aangebroken. Dat klopt, hoe voel ik mij? Je moet nog maar 4 weken. 4 weekjes. Laat je buik even zien, dat is leuk. 4 weekjes moet ik. En ik voel me wel goed, maar ik heb wel heel veel meer last van harde buiken en mijn rug. Maar ik denk om gewoon omdat je al een kindje hebt. Tada! Oh, kijk nou. Kaboeja! Oh, mijn kleine liefertje. Kijk, en je ziet al die rand. Hé, een mooie baby. Ja, ook een babybuik. Er komt nog een meisje bij. Er zijn geen jongen, maar je hebt wel heel veel vriendinnetjes al. En dit meisje is ook echt lekker druk. Zit onder de blauwe plekken. Dat was bij Livia ook helemaal niet. Sjoel, dat maar ook. Ja, toen dacht ik nog van, oh, hij wordt heel druk. Maar dat is dus niet zo. Nee, en Livia was rustig in de buik en is wel een mooi kindje. Dus wie weet dat dit... Oh ja, hè? Dat dit meisje heel veel op Rock gaat lijken. Daar zijn eigenlijk de meeste de gesprekken over nu. Nu ik de laatste bij periode... iedereen is het tweede kindje nou totaal anders. Behalve bij ons dan, hè? Want wij zijn tweeling, maar Maar Romee lijkt ook wel op ons. Ja, zeker. Maar ik bedoel meer gewoon om ons heen is het tweede kindje echt een wereld van verschil. Dus iedereen verwacht nu eigenlijk een Rock, maar dan in een meisje. Ja, dat verwacht ik. Maar ik denk toch dat het een mini jij wordt. Ja, wat vind jij? Wow, zijn we naar de huisarts geweest? Het is gewoon nog, het is gewoon een heerlijk hoesje. Ja, is niet leuk, hè? Zo, jullie zullen wel denken, where have you been? Ja, dat vraagt John en ik ons ook af. Het is gewoon heel erg hectisch, achter de schermen, privé. Mama zijn, Reiners, corona, alles weer naar het normale. Sample sale, modeshows. Echt een beetje chaotisch geweest. Dus John en ik zijn ons weer aan het herstellen, oppakken, hoe wil je het ook wel noemen. Naar weer vlog live, want we vinden het heel erg leuk om het wel met jullie te delen. Maar we moesten gewoon heel eventjes weer onze prioriteit zetten op wat anders. En het is nu weer helemaal eventjes wennen dat je weer de camera aan moet pakken. Omdat het dan even tijd even uit je ritme is geweest. Maar, leuke dingen vandaag. Want Sjoel en ik zijn bijna jarig. Het is nu 8 mei. Het is moederdag. En normaal gesproken vierden we het eigenlijk niet moederdag. Maar we dachten, nu doen we het in één combinatie samen met Romee, mijn moeder, Daan, iedereen, Sjoel, Mike, Rock, Bel. Die komen nu gezellig bij ons thuis. En ik heb deze mooie boeket gekregen van Jijn voor moederdag. Bij Jasmijn Bloembinnen. Dat is altijd mijn favoriete store.
En Sjoe en ik hebben voor het eerst nu voor elkaar een cadeau gekocht van ons verjaardag dat we niet weten wat het is. Normaal gesproken verklappen we ons altijd. We weten het al wat we voor elkaar hebben gekocht. Dus we gaan even lekker barbecuen. Het is mooi weer. Ik heb net een lekker sausje gemaakt. En ik heb al heel veel vragen van jullie over de babykamer. Maar dat zal ik ook binnenkort even aan jullie laten zien. Wel heb ik weer dezelfde box als die ik met Livia had. Maar die heb ik gewoon gespoten weer in de kleur van ons huis. Dus heb ik weer herbruikt. En werkt gewoon met je tweede kindje. Is het gewoon heel anders bij mij dan. Natuurlijk ben ik helemaal voorbereid. Ik heb alle rompertjes steeds gekocht. Echt een babykamer heb ik nog niet. Aangezien ze momenteel bij mij in Jim genoeg gaat slapen. In het begin. En dat is nu nog even Jim's werkkamer. Dus we kijken het even aan. We hebben wel alle spullen al gereed staan. De commode en het ledikantje. Ze hoeft eigenlijk alleen maar installeren. En ze slaapt er. Dus in principe gaat dat wel heel goed. Jim en ik worden gewoon 27. Ik ben nu 33 weken. Ik heb zo het gevoel dat ik eerder moet bevallen. Ik ben echt al helemaal buiten adem, ook mijn hand omhoog moet houden. Erg. En voor de baby shower als cadeau heb ik deze gekregen. Babybressen. Dat is echt top. Gebruik ik nu al voor Livia. Dat is ook voor de baby. Ik ga wel borstvoeding weer proberen te geven in het begin. Maar ook gewoon als wisselend wel weer flesvoeding. Aangezien Livia op een gegeven moment geen flesjes meer nam. Was ik echt beperkt aan thuis zijn. Dat wil ik gewoon nu proberen te voorkomen. Dus ik wil haar zo makkelijk mogelijk opvoeden met flesvoeding, borstvoeding, aan de fles, aan de tepel, noem maar op. En dit is Sjoe de cadeau. Dat geef ik voor je filmen. Sjoe wilde dit echt al heel lang, maar ze waren iedere keer uitverkocht. Ik had het nog niet aan jullie laten zien, het is helemaal mooie verpakking. Ik heb er een leuk briefje bij gedaan. En dat zijn dus Versace schoenen, hakken. Die plateaus in zwart. Die wilde ze mega, 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 mega graag. Ik denk dat ze heel erg enthousiast is. En Sjoe is speciaal helemaal gisteren een dagje Amsterdam geweest voor mijn cadeau. Ik ben wel aan het raden. Ik wilde heel graag een hoed hebben. Ik ben echt van de hoeden, maar ik kan nooit een hoed vinden aangezien mijn hoofd zo groot is. Ik heb echt met 54 zo op mijn hoofd. Dus ik denk een hoed, maar ben ik niet zeker. En ik denk ook dat zij wel licht en vermoeden heeft dat het hakken zijn. Maar als ze iedere keer uitverkocht zijn, denk ik dat ze er niet door heeft. Dus we gaan vandaag wel alvast als cadeau geven. Het is nu zondag, wij zijn dinsdagjarig. Het is een beetje een rare dag. Dus we gaan nog wel dinsdag met de gezin ook helemaal uit eten. We gaan nu ook even lekker vieren. En het is nog gelukkig mooi weer. Ik ga nu even de stoelen aan alles goed zetten voor in de tuin. Maar Jim en ik hebben al een nieuwe schuur. Moet er nog gestuukt worden. En langzaam bij beetje komt het huis dichter bij elkaar. Jij heeft ook de schuttingen helemaal gespoten. In dezelfde kleur als de tegels. Ik ga nu even gezellig neerzetten. Want hier staat de bank even te drogen. Hebben we even net schoongemaakt. Dat jullie even onze tuin ook goed kunnen zien. Hoeveel massa heb ik dat ik hier met Jij en Liviaatje woon. Dus straks niet meer mee. Echt. Ik ben helemaal verliefd op ons huis. En ik heb ook enige dingetjes ook nog besteld. Weet je, ik wil hier nog gordijnen hebben. Het is prachtig hoor, ons huis. Maar het heeft echt nog een beetje, hoe noem je dat, gezelligheid nodig. Maar we klagen zeker niet. Maar zoals je kan zien, nog echt wel kaal alles. Ik heb nu wel echt mijn kussens, waar ik heel blij mee ben. En ik wil hier nog een mooi schilderij, maar je moet gewoon tegenaan lopen. Dat kan je niet zomaar in 1-2 kopen. Nou, ik niet dan. Dus van hak op de tak. Het is nu 1:15. Livia slaapt wel lekker sinds 11:30. Mijn ouders komen rond 3 uur met Sjoe en Rock en Daan en Romee en Bel en iedereen en Mike. En gaan we onze verjaardag / moederdag vieren. Er is er eentje wakker geworden. We gaan zo hetzelfde aandoen. Ik heb ook de t-shirt van Reiners voor Liviaatje. Als we wakker worden, omkleden en dan komt de visite. Zonder deze konijn, jongens, is Livia niks. Nee, konijn, hè? Ze zijn helemaal nog oud. Livia, laat ze aan mama zien. Je hebt voor het eerst 2 staartjes in. Wat ben je mooi. En Reinders aan. Hiep, hiep. Hoera, mama is bijna jarig in juli. Kijk eens waar we zijn. Oh, hij heeft weer zand gegeten. Dat moet je niet eten. Rocket heeft het blauwe Reinders t-shirtje aan. Hoe schattig. En Livia in roze. Want het is vandaag moederdag. Ze zijn hetzelfde als de mama's. Ze zijn lekker aan het spelen, hè? Oh, gezondheid. Moet ik een bolletje maken? Geef maar. Oh, moet eerst het ijsje moet eerst vol. Geef maar. Geef maar, Sjoe. Ijsje. Woe. Lekker, hè? Mmm. Wil jij ook, Rock? Oh, die krijgt het niet van Livia, hoor. Dat is Frank. Hoe gezellig. Daar is Moeitje. Een heel groot huis. Wat baby doet een cadeau? Zij is altijd van hier langskomen. Ja? Ik denk dat ik een leuke cadeau heb. Marie en ik zijn ook bijna jarig. Kom maar. En normaal gesproken geven we elkaar geen cadeaus. Want het hele jaar door kopen we van alles voor elkaar. Dezelfde schoenmaat, dezelfde kledingmaat. Dus we doen eigenlijk nooit cadeaus. Het eerste jaar, bah, Rocket. Bah. Het eerste jaar dat we voor elkaar cadeaus hebben gekocht, we niet weten wat het is. En ik denk dat mijn cadeau leuker is met dat samen met Jim ga ik het geven en Mike. En Marie denkt dat haar cadeau leuker is. Curious. Ja, kijk. En ik draag ook een Reiner shirtje. Matching met Rock. Ja, ik kom al een ijsje te maken. En Marie draagt hetzelfde met Lilo. Dan even wachten op Romeetje. Een ijsje. Voor mijn Lilootje. Sjoe, echt cadeau.
Happy birthday to my better half. Ik ben onwijs op je als mama, zus, business boss, best friend for life. It's gonna be our year. Love you. Ah, die gooi je er meteen in. It's gonna be our year. Love you. Raden we deze? Verzagen! Oh! Bij mijn schoenen. Een half. Heeft ze al gepast? Nee. Oh, als ze nu te groot zijn, zijn de schoenen niet voor ons gemaakt. Ik ga ze toch gewoon boven naar kantoor. Oh, nee. Is het te groot? Nee, denk ik niet. Het is 38,5. Ze hadden geen 38 meer. Dus als ze nu te groot zijn, dan ja, hebben we alles geprobeerd. Prachtig zijn. Sony! Er was eindelijk mijn lelijke voet in. Alles is bedekt. Tenen, mijn enkels. Waanzinnig. Ik vind het bandje wel heel mooi. Is Lydia, vind jij ze ook waanzinnig? Ze zit er helemaal naar te kijken. Ja, Lydia vindt echt helemaal op. Mag Lilo laten wel hebben hoor. Dat is heel oud. Hein? Volgens mij is het wel goed hoor. Ja, je hebt nu al aan met passen, anders mag ze niet meer terugsturen. Wow! They are fabulous! Prima, jongens. Ja, is prima hoor. Ja, wel, hè. Het is stof, dus het hoort niet te strak zitten. Zal jij blij? Oké, daar gaan we. Daar gaan we. Nog niet. Nog niet. Te maken, toch? Wat? Nee. Jij gaat huilen. Ik weet wat het is. Ja, jij is ook aan het. Oh, en dat zijn we. Dat klik je allemaal van mij laten, hè? Nou, wat zal dat nou zijn? Wat zou dat nou zijn? Deze wilde ik heel graag. Maar om welke vinger? Al die andere kleine dingen. Ja, deze. Maar je bent natuurlijk niet zwanger, dus ik kan hem eruit maken. Nou, mooi zeg! Hoe hebben wij Moederdag gevierd? Nou, wij zijn altijd jarig. Ook ja, een dag na Moederdag, 10 mei. En Moederdag was nu weer 9 mei. Toch? Ja, nee. 8 mei was Moederdag. Ja, volgens mij. Nou, in ieder geval. Het scheelde niet veel, dus wij hebben het gewoon op één dag samen gevierd. En het was toevallig heel erg mooi weer. En ik wilde natuurlijk zo veel mogelijk bij mij thuis zijn. Omdat mijn zwanger vindt het lekkerst als iedereen gewoon naar mij toe komt. Dus toen zijn we uiteindelijk gewoon op zondag was het, is iedereen bij ons komen barbecuen. En toen hebben wij alvast onze cadeaus aan elkaar gegeven. Op Moederdag / our birthday. Zo leuk. Present. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Ik weet niet of jullie schoenen hier hebben. Ja, tuurlijk. Eigenlijk doen we nooit cadeaus aan elkaar, want elkaar we vergeten elkaar altijd. Nou, we vergeten elkaar niet. Maar we kopen alles voor het hele jaar door van elkaar. Dat is waar. Het gaat even door een cadeau pakken. Voor de rest is het overal aan het zoeken, maar deze heb ik gewoon een speciaal plekje gegeven. Ik presenteer ze wel. Ik wist dat Jill deze heel graag wilde hebben, maar ze waren altijd uitverkocht. Dit is ultieme Bretts. Bretts. We waren vroeger van Bretts echt van alles en dit is gewoon echt een Bretts schoen. Dit is insane. Nou, ik vind het insane. Ja, steentjes. Als je het aandoet, je lijkt meteen gewoon een model. Nou, zo lang. Jill vindt het dus heel erg lekker lopen. Ik heb net misschien een opgeschonden voet hebben, maar ik vond het echt niet lekker lopen. Ik vind het wel lekker lopen. Maar deze zijn dus echt beeldig. Echt beeldig. En ik heb deze van Jayan en van Mike en van Jill en van Roek gekregen. Super mooi. Die wilde ik altijd heel erg lang. Just a clue. En ik was eigenlijk helemaal vergeten. Nou, ik had ook echt niet verwacht dat we zo gek gingen doen. Dat wisten we ook eigenlijk van elkaar niet. Nee, maar wat ik zeg, we hebben nooit elkaar verjaarscadeau gegeven. Wel, als deden altijd alles samen. En nu wist ik niet wat het was. Maar ik zag altijd, we hebben ook dezelfde mail. Dus ja, ik zag dat hij iets had gekocht van een bedrag. En dacht, oh my god, dat is veel te gek. Dus ik, niet dat je dat dan ook moet doen. Maar ik vond het wel een beetje in de buurt zijn, vond jij. Ja. Ja. Vind ik het spannend om straks twee kindjes te hebben? Ja, mega spannend. Ja, vind je het spannend? Nou, meer dan dat je denkt, hoe ga je met douchen doen, make-up. Ja, dat heb ik ook gesproken. Maar dat is allemaal, daar kom je vanzelf. Iedereen zegt ook, ik was ook laatst bij iemand die zei, je leven is over. Ik denk ook van 0 naar 1 meer is dan van 1 naar 2. Ja, ik denk het dus niet. Oh, ik denk het wel. Want in het begin ben je helemaal niet gewend. Je weet nu een beetje hoe het werkt. Dat is echt... Natuurlijk wordt het makkelijk. In het begin voor je hele kleine baby vond ik echt eng. En nu zou ik echt denken, oh, laat gewoon lekker liggen. Maar je vergeet ook hoe klein het is. Nee, maar het is niet
Ja, het is toch, je hebt het al een keer meegemaakt. Ja. Dus ik denk in het begin is het even wennen om je ritme te vinden samen. Ook omdat Liv natuurlijk nu een vast slaapritme heeft en die kleine en dan met de nachten. Maar ik heb er wel heel veel zin in. Ik denk echt dat wij niet blijer kunnen zijn met twee kleine meisjes. Nou, hoe gezegend ben je? Ja, dus we zijn heel benieuwd hoe Livia het gaat vinden. Die krijgt natuurlijk nu alle aandacht. Dat kan je wel heel druk maken om hoe het gaat zijn, maar dat zou ik allemaal gewoon doen. Dat doe ik ook niet, maar ik vind meer dat ik echt mega benieuwd ben hoe het eruit gaat zien. Hoe gaat het zijn? Ja, dat lijkt me wel. Gezin van vier. En gewoon twee kindjes. Dat is bizar. Binnen 2 jaar tijd. Ja. Adina. Adina. Met mama en Romee. Wauw. Vond je het toen je klein was al leuk? Ja. Maar nog steeds gratis klein. Binky. We hebben een mooi petje voor je gekocht. Ja, je moet hem ook aan de achterkant filmen. Ja. We gaan winkelen. Hoi. Hallo. We zijn op zoek naar een leuk verjaardagscadeau. Ik sta al echt wat lekkers, kijk. Ja. Ik zie niet eens Rob nu. Oh, Rob, hier is ook. Op de noodknop. Nee. Hey, daar staat hij. Kijk daar veel naar. Hey, we zijn er. Kiekeboe. Ja? Zijn we een mooi verjaardagscadeau aan het uitzoeken? I like this one, but I don't like the color. Dus even kijken of ze dit nog in andere kleurtjes hebben. Crack and proof. Rocky. Zijn jullie lekker bij Sama Sebo voor mama en mijn verjaardag? Hoera! Het was super leuk gewinkeld. Jules laat even je verjaardagscadeau zien. Was het dan? Nou, enig. Jules heeft die uitgekozen voor mama, papa, Romein, Daan. En ik deze, want ik laat het zo even goed zien. Oh, dit is echt ons favoriete eten, jongens. Niet normaal. Sama Sebo, it is. Rox is lekker aan het eten. Jules lekker aan het eten. Ik ga ook nog zwemmen. En mama en Romee. Jullie niet te goed doen. Ik ga nu ook aanvallen. Lekker! Happy birthday! Woehoe! We are 27. We are males. Ja, ik had heel veel mensen die dachten dat we jonger waren, maar ook een paar mensen die dachten dat we ouder waren. Oh, is dat goed of slecht teken? I don't know. Nee, maar 27 jaar krijg ik op deze aardbol. Ja, en hoe en waar hebben wij ons verjaardag gevierd? Nou, superleuk, kwam Romea eigenlijk met het idee. Ja, omdat ze vinden het altijd heel erg lastig om voor ons cadeaus te zoeken. Ik snap het eigenlijk niet, want we vinden alles leuk, maar we hebben ook wel heel erg veel. Dus dan krijg ik ook alweer. Ja, maar ik kan iets leuk vinden tot een Zara, tot aan high-end natuurlijk, wat iedereen heeft. Maar inderdaad, we hebben wel een unieke aparte stijl. Ja, dat is voornamelijk lastig. Oh, ik wil je voor mij even gang? Ik heb ze toevallig ook aan. Oh, ja. Yeah. Dus we zijn mega verwend. En door Romee, Daan, mama en papa. We gingen dus een dagje naar Amsterdam. Rob gaat naar mama. Rob gaat bij jou toe, Jules. Kom maar. Oké, onze cadeaus van Romee, Daan, mama en papa. Ja, meestal vind je het niet, maar als je dus niet zoekt, dan vind je het dus wel. Dat is altijd zo. Geen gang voor de grap. Nou, niet voor de grap, maar verjaardag. We gaan naar Amsterdam. En niet met het idee, we moeten wat vinden, maar als we echt iets mooi vinden, dan wel. Nou, ik ben pregnant, opgezwollen voetjes, but... Ik ga dit ook gewoon nog dragen als ik niet zwanger ben. Deze, hier moet je mee dus echt mega aan wennen. Ja, dat is echt gewoon. Maar ik vind het echt geweldig. Het zit echt mega comfortabel. Dus als ik ga bevallen, ik ga hierop lopen. Dus nee, echt beeld. Ik twijfel even over de kleur. Maar ik vind het nu wel heel erg leuk met de crème heb ik het meestal aan. Jij hebt ook zo'n Yeezy jasje erbij. Ja, dus dan is het dezelfde kleur. En I love it. Ik ben mega verwend, superleuk. En ik heb dus de bril en ik ben nu nog blijer. Want het is nu echt de shit, de ik wil. Maar ik pas, eerst wil ik niet zeggen, maar dit is toch waanzinnig. Wat is er? Bijzien. Nou, ik vind het dus echt... nou, to die for. Ja, echt. Dus wij zijn mega verwend. Jules heeft deze bril voordat we vragen krijgen. Het is van Balenciaga. En deze hebben we dus bij de Gucci store gevonden. Superleuk. In de PC. En daarna zijn we naar ons favoriete restaurant geweest om te lunchen. Samen Sebo, Indies. Kijk, Rocket vindt hem ook waanzinnig. Elke keer als ik hem opzet moet ik lachen. Wauw. Waanzinnig, hè? We zijn naar Sama Sebo geweest om te lunchen. Het is Indies. En hoezo je denkt, hoezo is Livia? Had je niet mee? Rock wel, Livia. Ja, was lekker bij Jamie. Die slaapt gewoon lekker lang. En Rock slaapt gewoon overal. Dus je ziet eigenlijk wel mee. Het is gewoon altijd mee, hè? Hij vindt het ook heel waanzinnig. Mooi. Ik begrijp het wel. Woehoe! En als je me afvraagt van hoezo zit je haar zo strak en vast? Wij hebben een shoot gehad. Eergisteren. Dus ik slaap al 2 dagen met het strakke haar. Ik zou denken, hoe kan je ermee slapen? Maar dat doet ze toch? Dat doe ik gewoon. Oh. Dus Jules is nog helemaal in de look van de winter. Dat ga je volgende week allemaal zien, want we zijn dus druk bezig met een nieuwe collectie te shooten. Ja, dus volgende week vlog gaan jullie voornamelijk de wintercollectie zien. Meer thuis, mijn babykamer ook heel veel vragen naar wat ik allemaal heb gekocht. Appartement, hoe het nu uiteindelijk is. De home tours, dus we gaan dat allemaal meenemen naar de volgende week vlog. Dus blijf in ieder geval supporten, laat even weten wat jullie graag willen zien. Welke vragen we voor jullie moeten... Oké, zo kijk. Zie je dat nu leuk? Welke vragen we voor jullie moeten beantwoorden. En dan blijven we ons best doen voor jullie. En hopelijk tot snel. Ja. Fijn doen.
Dag Rok. Dag Rok. Ik sta weer beter. Nee. Ja.